5 jaar gevangenisstraf, dat kun je krijgen als je de koning beledigt. En 2 jaar gevangenisstraf als je een bevriend staatshoofd beledigt. Zoals bijvoorbeeld Erdogan van Turkije. En als je de bakker op de hoek beledigt, dan kun je maximaal 3 maanden krijgen. En dat verschil, dat vindt D66 raar. Uiteraard, beledigen is niet de norm. Maar D66 wil dat iedereen gelijk is. En daarom dienen wij een initiatief, wetsvoorstel in, bij de Tweede Kamer, om ervoor te zorgen dat het niet uitmaakt of je de koning beledigt, mij beledigt of de bakker op de hoek beledigt, dat dat allemaal even zwaar gestraft wordt. En speciaal voor het CDA, hulpverleners, ambulancepersoneel, brandweerlieden en dat soort functionarissen, die zijn nu al extra beschermd door een ander artikel in de wet. En dat wil D66 uiteraard zo houden.